abonneer op ons gloednieuwe kanaal. Wij plaatsen hier dagelijks nieuwe video's, top 10 video's en interessante verhalen. Klik op de link in de beschrijving. Als we het hebben over de grootste dieren, dan wil je al gelijk denken aan reusachtige dieren zoals dinosaurussen, walvissen en misschien denk je ook aan olifanten. Helemaal terecht als je deze grote dieren in gedachten hebt. Want deze dieren hebben inderdaad in hun normale voorkomen een opmerkelijk groot formaat. Maar wist je dat andere dieren, die we normaliter niet meteen als groot beschouwen, relatief ook heel erg groot kunnen worden? We hebben een paar interessante foto's en verhalen van dieren die veel meer groeiden dan je in eerste instantie zou denken. En dieren die gewoon verbazingwekkend groot zijn. Wat denk je van een glibberige, gladde salamander van 30 kilogram of een gevaarlijke krokodil van 6,17 meter lang en een lieve, pluizig konijn die niet genoeg heeft aan twee worteltjes voor zijn lunch? In deze video bekijken we ze allemaal. Dit is de video met 10 grootste dieren die echt bestaan. Gigantische slangen. Dat slangen groot kunnen worden, weten we al van de film Anaconda. Oké, zo erg overdreven groot worden slangen misschien niet. Maar waarschijnlijk worden ze wel zo groot als hier op de foto. Er doet een bizar verhaal de ronde van ongeveer 6 jaar geleden. Dat men in Proctor, Carolina een gigantische slang van 350 kilo heeft gevangen in een meer. De claim dat de slang 350 kilogram zou wegen is half niet zo absurd als de claim dat het dier bijna 30 meter lang zou zijn geweest. Het verhaal is bijna niet te bevatten en vast wel heel sterk overdreven. Veel mensen geloven dit verhaal niet, want er bestaat niet eens één soort van slang die mogelijkerwijs zo groot kan worden. Ook vertelt men dat het dier door een graafmachine per ongeluk zou zijn gedood. Dat lijkt ons eveneens zeer onwaarschijnlijk. Dat men beweert dat een slang van dit formaat echt bestaat, moeten we dus naar het land der fabeltjes verwijzen. Negen. Een levensechte reuzenkrokodil. Gedurende de jaren hebben mensen vaker skeletten en beenderen gevonden van reuzenkrokodillen. Er bestaat dus geen twijfel dat ze bestaan. Maar een levensechte reuzenkrokodil kom je niet zo vaak tegen. Pas een paar jaar geleden hebben mensen in levende lijven zo'n bijzonder grote krokodil mogen aanschouwen. De krokodil, die de naam kreeg van Lo Long, was een erg groot exemplaar die werd gevangen in de Filipijnen. De reuzenkrokodil was een massieve krokodil met een lengte van bijna 6,2 meter en een gewicht van 1150 kilogram. Kun je je een dier voorstellen dat zo groot is? Het verhaal lijkt bijna een verzinsel, maar de krokodil Lo Long heeft echt bestaan zoals je kunt zien. De gevaarlijke krokodil werd gevangen genomen door de bewoners van het dorp nadat hij meerdere malen het dorp had geterroriseerd. De reuzenkrokodil stierf uiteindelijk in gevangenschap een aantal jaren later. 8. De spin van je nachtmerries. Spinnen zijn over het algemeen van die schuwe dieren die zich meer schuilhouden dan wat anders. Echter moeten spinnen ook jagen om te kunnen eten. Het zijn roofdieren die loeren op een prooi en het geschikte moment afwachten om toe te slaan. De Goliathvogelspin is ook een spin die graag zijn prooi vastpakt en verslindt. Het heeft zijn naam te danken aan een kopergravure van de Duits-Nederlandse entomologe Maria Sibylla Merian, waarop te zien is hoe een exemplaar van deze soort een kolibrievogel eet. De Goliathvogelspin komt voor in Zuid-Amerika en kan een maximale lichaamslengte bereiken van ongeveer 12 centimeter. Zulke grote exemplaren hebben een spanwijdte van de poten tot 30 centimeter en wegen meer dan 170 gram. Met dit gegeven is de Goliathvogelspin één van de grootste spinnen ter wereld. Deze spin wordt daarom vaak als huisdier gehouden. Eigenaren vinden het bijzonder om de spin te voeden met kleine vogels, kikkers en andere kleine gewervelde dieren. 7. De grootste rat ooit. Als je denkt aan een rat, dan denk je meestal aan een klein beestje die kleine gaten maakt in de kast om een stukje kaas of brood te kunnen stelen.
Je zou nooit durven denken dat een rat een lengte kan hebben van bijna 1,2 meter. En toch werd zo'n rat gevonden. Deze buitengewoon grote rat werd gevonden nabij een kinderspeelplaats in Londen. Kun je je voorstellen hoe groot de tanden zijn van een rat van 1,2 meter lang? Het is bijna ongelooflijk, maar dierenexperts denken dat het mogelijkerwijs om een tamme rat gaat die werd gekweekt door iemand en die om de een of andere reden is losgeraakt. Misschien wist de eigenaar geen raad meer met het enorme knaagdier en liet het beest los met de hoop dat hij zijn weg zou vinden naar het bos. De man die de rat had gevangen, Tony Smits, zei dat de rat erg zwaar was en ongeveer 12 kilogram woog. Jakkers, een grote hoop viezigheid die zelfs groter is dan sommige schoothondjes. Zes. Grote en glibberige Chinese salamanders. Een salamander is een klein en schattig beestje van ongeveer 15 centimeter die je vindt in beekjes en kreekjes. Dat is wat de meeste mensen denken wanneer je het hebt over salamanders. Echter is de reuze Chinese salamander een heel ander ding dat je niet in een aquarium thuis kan kweken als huisdier. Het is een kolossale salamander die lijkt op een onecht buitenaards wezen die niet zou kunnen bestaan in werkelijkheid. Toch is het tegendeel waar en kun je deze reusachtige salamander ooit eens een keer tegenkomen in de rivieren van China. Een volwassen Chinese reuzensalamander kan 25 tot 30 kilogram wegen en een lengte bereiken van 115 centimeter. Het glibberige riviermonster is niet alleen groot in formaat, maar ziet er ook nog eens heel eng uit. Vijf. Een kolossale haai. In de zomer van 2013 was het een visser, genaamd Jason Johnson, gelukt om een kolossale makohaai te vangen van bijna 3,7 meter lang. De vangst werd een controversieel gedoe met verdeelde meningen op het internet. Nadat Jason urenlang had geploeterd om dit mega beest te kunnen vangen, bracht hij de vis aan boord van zijn boot. De man koos ervoor om de grote vis niet meer terug in de zee te gooien, maar nam foto's van zijn enorme vangst en overwinning. De foto's werden online gepost, waarna het hele gedoe is ontstaan. De visser werd door deze daad door verschillende mensen bestempeld als een dierenbeul. Mensen online waren boos op hem en maakten zich opeens zorgen over alle grote dieren in de zee die mogelijk in gevaar waren door Jason. Eerlijkheidshalve moeten we wel toegeven dat de foto's van het indrukwekkende grote wezen van 650 kilogram zeker niet eentje is die je meteen zal vergeten en beslist niet weer zo snel terugziet. Maar wat denk je zelf? Had hij de haai beter terug moeten gooien in de zee? Vier. Gigantische opa. Als visser droom je ervan om een zo groot mogelijke vis te vangen. Het gebeurde voor een visser op een gelukkige dag dat hij een gigantische vis aan de haak had en die hij aan boord van zijn boot haalde. Toen hij het dier weer in het water wilde gooien, zag hij dat het einde van de vis reeds was gekomen. Het verhaal vertelt dat de arme vis stierf terwijl de visser aan het nadenken was wat hij ermee zou doen. Wetenschappers waren boos omdat ze de vis wilden bestuderen. De reuzenopa, ook algemeen bekend als maanvissen, kingfish, redfin ocean pan en Jerusalem schelvis, zijn grote, kleurrijke, diepgevormde pelagische lampriforme vissen, bestaande uit de kleine familie Lampridae. Het is de eerste bekende warmbloedige vis die tot een lengte kan groeien van 2 meter en een gewicht kan bereiken van 270 kilogram. 3. De Maleisische superslang. Op nummer 3 staat een hele enge en grote slang. Veel experts geloven dat deze slang de grootste slang ooit is die gevangen werd genomen. De slang meette 7,92 meter en werd gevangen op een bouwterrein in Maleisië. Het gewicht van het enorme reptiel was een ongelooflijke 75 kilogram. Meer dan 3 mannen moesten de spieren bij elkaar bundelen om het grote dier op te tillen. Kijkende naar deze verbazingwekkende gegevens, hebben slangenexperts geconstateerd dat deze reusachtige slang met gemak een volwassen mens zou kunnen inslikken. Zeker niet een slang dus met wie je grapjes moet maken. Echter, was dit niet het geval voor deze ogenschijnlijk zeer gevaarlijke slang. Want niet lang na het in gevangenschap brengen van de slang stierf het dier een natuurlijke dood.
2. Pluizig en enorm konijn. Niet alleen enge en gevaarlijke dieren kunnen heel groot worden. Een pluizig konijn als Darius bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld van een lief beestje dat buitenproportioneel groot lijkt voor zijn soort. Darius is een enorm konijn die in totaal 1,31 meter lang is en een ongelooflijke 25 kilogram weegt. Darius is duidelijk een reuzenkonijn dat last lijkt te hebben van overgewicht. Darius woont in Bromsgrove, Engeland met zijn eigenaar Annette Edwards. De 63-jarige heeft haar handen vol met haar enorme konijnen, want ze heeft er ook de zoon van Darius die bijna net zo groot is. Het kost elk jaar meer dan €6600 om de konijnen te voeden. Je had toch niet gedacht dat zo'n dik konijn maar 2 worteltjes eet per dag. Samen kunnen de vader en zoon gemakkelijk 2000 wortelen en 700 appels consumeren in 1 jaar. Bovenop fruit en groenten eten de konijnen elke dag een grote kom gevuld met speciaal konijnenvoer en een baal hooi per week. Een buitengewoon grote kwal. In het zuidwesten, langs de kust van Engeland, hebben duikers een opmerkelijke vondst gedaan. De duikers kwamen namelijk een kwal tegen die je niet zomaar voorbij zwemt. Het geweldige wezen was net zo groot als een mens en maakte letterlijk en figuurlijk een grote indruk op de duikers. Typische kwallen van deze soort worden meterlang en kunnen 25 kilogram wegen. Het exemplaar, een barrel jellyfish, die de duikers hebben gezien, had overduidelijk veel grotere proporties dan normaal. De prachtige kwal had een mooie perzikachtige kleur en dreef zorgeloos en sierlijk door het water. Niets vermoedend dat het werd gefotografeerd door nieuwsgierige en verbaasde duikers die genoten van de verrassende ontmoeting. Tot zover deze top 10 video met 10 grootste dieren die echt bestaan. Had je gedacht dat konijnen zo groot kunnen worden? Of dat salamanders bijna 30 kilogram kunnen wegen? We horen graag van je welke van deze gigantische dieren het meeste indruk op je heeft gemaakt. Laat het ons weten in de comments. We hopen dat je hebt genoten van de video. Vergeet niet om de video in dat geval een like te geven. Subscribe op het kanaal om ons te blijven volgen. En vergeet niet om de notificatiebel aan te zetten om een melding te ontvangen voor toekomstige video's op ons kanaal.